Hi. Oh mensen, wat een lekker jaar was het hè. Oh, 2022. En het is alweer klaar. Nou, ik lig er lekker warmpjes bij. Na een jaar vol ellende en gezeik. Maar ook vol positiviteit. Leuke dingen. Zoveel gedoe op de wereld. Maar dat zijn we allemaal vergeten op dit leuke kanaal. En volgend jaar, ja, dan zijn we er gewoon weer bij. Met heel veel kermis, pretpark, dingen. Of althans, ja... Ik toch niet, want ik geef er geen zak om. Nee, maar Halloween, ja, dat vind ik dan wel weer heel leuk. En volgend jaar staan er weer hele mooie dingen op de planning. En we gaan het zien, we gaan het meemaken. Ik wens jullie een heel fijn jaar toegewenst. Als je dit jaar een leuk jaar had, ben ik er heel blij om. Maar dan hoop ik dat je volgend jaar nog een leuker jaar hebt. En ja, mensen, ik kruip lekker onder mijn dekentje. En ik zou zeggen, doei, laat je likken. Joe. Okay. Als je mijn stem hoort, dan denk je waarschijnlijk aan oliebollen. En dat is heel toevallig, want die staan nu bij jou op tafel, ik weet het zeker. Desalniettemin hoop ik dat jullie een hele fijne kerst hebben gehad. En uiteraard wens ik jullie ook het allerbeste voor het nieuwe jaar. Dat het maar weer een mooi jaar mag worden. Maak er wat moois van met z'n allen. En dan zal ik nu zeggen, pak zo'n lekkere oliebol, geniet ervan. En ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Hallo allemaal en een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ja mensen, daar zitten we dan. Uiteraard zijn we natuurlijk hard bezig hier zo om alle mensen knallend het nieuwe jaar in te luiden. Dus als je nog geen vuurwerk gekocht hebt, denk eraan. Je kunt even naar Medemblik rijden, vuurwerkexpert Dekker. Kun je prachtig vuurwerk kopen. Maar goed, dat terzijde. Schaamteloze zelfpromotie. Yep. In ieder geval. dat was mijn wens. Ik heb er niet meer aan toe te voegen. Dus ik zou zeggen, ga lekker knallend het jaar uit. Koop lekker wat vuurwerk. Ga lekker de straat op. Heerlijk mensen. En natuurlijk kerstdineetje. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja hoor. Dus gaat helemaal goed komen. En dan tot in het nieuwe jaar op mijn kanaal. Op de Patrick RH. Kan natuurlijk ook. Of natuurlijk gewoon bij de Toxic. Of misschien wel bij de Energizer. Ja, je weet het allemaal niet, hè. Maar goed. Goed verhaal. In ieder geval. Tot dan. Ik wil iedereen voor de kijkers van de Patrick RH. Fijne nieuwjaar wensen. En tot volgend jaar met de nieuwe programma's. Hallo mensen. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Kijkertjes van Patrick RH. Beste wensen voor 2023. Namens de slapende Patty. Rocco! Beste wensen en dit raakt nou midden Patrick RH, dus vergeet niet te liken en abonneer even op zijn video's. Of andersom. Hey, goedemorgen, middag, avond, wanneer u deze kerstwens ook kijkt. Ik wil jullie namens de kermisreporter een alvast een gelukkig nieuwjaar wensen. En zet je de kleine vuurwerkpotjes altijd goed klem met een paar steentjes. Kan er niks gebeuren. Mensen, alvast een gelukkig 2023. Hallo mensen. Gelukkig nieuwjaar. Koekoek. Ja mensen, gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je in 2023 weer gaat kijken naar de Patrick RH. Oh, dat deed al. Die kan je niet zien op het kanaal. Met veel kermis natuurlijk. Misschien een beetje pretpark zo hier en daar. Oliebollen eten gaan we natuurlijk aan het eind van het jaar misschien ook weer doen. Vergeet natuurlijk ook niet, want we hebben natuurlijk YouTube. Dat is hartstikke leuk. Maar we hebben natuurlijk ook de podcast mensen. Nou, ze staan helemaal paraat voor jou. Dus heb je nog niet geluisterd, dan moet je eens een keertje luisteren. Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Hè? Ga eens beginnen met luisteren naar de enige echte, de Patrick RH kermis podcast. Op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en noem het allemaal op. Ben ik dan nog af? Oh ja, nee, ook legendarisch nu al, natuurlijk op YouTube, ik ga even terugschakelen naar YouTube. Kermis TV Goes, heeft u dat al eens een keertje gezien? Nou, daar gaan we grote dingen mee doen in 2023. Dus ik mag hopen dat het voor jou een heel mooi spetterend, zwierend en zwaaiend jaar wordt. En geniet ervan mensen, ja. Is dat mooi zo even? Kijk naar de reactie, mooi. Dit is ja, schitterend hoor van de reactie. Ja, ik kan het allemaal zelf niet verzinnen. Er staat hier ook een autocue hier, daar zit ik het allemaal van voor te lezen. Want ja, het is hier allemaal zo spontaan als de pest hier op de Patrick RH. Toedeloe.
Hey mensen! Ja, ja, dat is natuurlijk wel leuk, want ik kreeg net een berichtje van de grote baas dat ik nog een gelukkig nieuwjaarsvideo moet maken. Nou, dat doen we dan natuurlijk even, hoe gastvrij we hier in Noord-Holland zijn, dus... Schiet nou op! Oh, wacht. Dat moest nog grappig ook zijn. Ja, ja, dat is natuurlijk wel een probleempje, want dat zijn we niet altijd in Noord-Holland. Hij heeft zo'n mooie stem. Jouw Patty Coen. Ja, dan ga ik even wat in elkaar zetten, jongens. Alvast vanaf deze plek hier een mooie avond horen. Schiet nou op! Gelukkig nieuwjaar, de beste wensen. Ook al is het nu nog hartje zomer, maar dat maakt niet uit. Nee joh, wat geef jij erom? Gelukkig nieuwjaar, mensen. Maak er wat moois van. Mooie kermissen. Exploitanten moest ik ook nog gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, allemaal hartstikke mooie mensen. Hey, geniet ervan, hè? So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei dieser Review. Free Fall! Het is het einde van die show. Het was een leuke show. De laatste plaat komt er nu aan. Dank voor het luisteren. Als jij roept, wij gaan aftellen van 10 tot 0, moet je daarna niet weghouden, moet je wel ook gaan aftellen. Also, like, abonniert und tschüss.